ik weet het jaar dan, ja, iets van 1974, 75. En die boom die ligt nog altijd boven Ameland, uiteraard, op een bodem. En de jongens van de duikclub uit Groningen, die gaan elke zomer gaan hier naartoe. En dan duiken ze nog op het schip. Uit hobby? Uit hobby, ja. En van alles eraf verlopen, hè. Ja, nou dit is die situatie wat ik zo pas al vertelde. Bij de lucht slaat er naar beneden, maar dan moet je zich dat even voorstellen. Dit is de Luden, het vrij slecht weer, dus die stijgen als een oud paard, zeg maar. Zo. En dan ook nog eens een beetje zo. Nou, die jongens van ons, je ziet het wel, die hebben een hele grote band, een riem om met een touw, zodat je jezelf vast kunt klikken aan de railing. Nou, helpende handen van onze mannen. Maar kijk, wat deze man doet, is levensgevaarlijk. Maar ja, ene keer zijn we hier en de andere keer zijn we daar. En als het niet goed lukt, zomaar, hè? En dan heb je onze concurrenten weer. Een houten visserschip uit Denemarken. Er waren twee jongens in Schotland die wilden een ander bootje hebben. Die zijn naar Denemarken gereisd en ze kochten daar een mooi houten visserschip. En dat wilden ze overvaren van Denemarken naar Schotland. Slecht weer, slecht zicht en zijn gestrand misschien met een oog. Wij kwamen net op tijd om die twee mannen eraf te halen. Notaris Bouwman die heeft ze opgevangen en die heeft de mannen weer op transport naar Schotland gezet. Ook zoiets, ook een houten schip uit Zweden, volgeladen met materiaal, want die meneer die wilde op de Kaapverdische eilanden een hotel beginnen. Maar hij is nog niet verder gekomen als Schiermonnikoog. En de meeste lading is allemaal terechtgekomen hier in Oostmoorn en in Zoutkamp. Gerb Hoekster, dat is de garagehouder in Arnhem, die heeft jaren nog een oude Volvo heeft hij gehad. En ik zelf heb er nog iets van overgehouden, een tuinklauwer. Ja, nou kijk, dat blijft er dan van over. Kapot, een Spaans visserschip ook bij Rotterdam plaats uit elkaar geslagen. Kunt u dat hier wat zien? Ik sta er nog voorgelopen. Oh ja, dit is ook even een mooie anekdote. Wij lagen aan, ik woonde al op Lauwers Oog. En we werden zo gedacht, nou, dan komen daar allemaal bootjes natuurlijk. En dit echtpaar die kwam uit het Ruhrgebied, Duitsland. En die waren met een bootje op Lauwers Oog en dan hebben ze een paar dagen omgewandeld en alles bekeken. En dat hebben ze achteraf gehoord. Ja, toen zagen ze een keer met mooi weer, stond ze op de dijk. En ze zagen Schiermonnikoog ook, zagen ze wel liggen. Nou, heen breed is maar 6 kilometer. En als de zee vol is, nou, dat daagt uit, nou. Dus die mensen die zijn vertrokken van Lauwers Oog, maar ze hielden geen rekening met hoog en laag water. En ze zijn met afstand later vertrokken. En niet via de geul, recht aan. Nou, dan kan je begrijpt. Bovenop de brekzak vast. En dan is er nog niet aan het, en dat was hun ook nog. Dit bootje had namelijk 2 kilo. Ja, dit ding dat had een beetje bestek. De batterij is leeg, denk ik. Maar aan deze kant de kiel en aan de andere kant, dus hij staat mooi rechtstaan weg. Niks aan de hand. Maar toen het water weggelopen was, zag de mensen van de vuurtoren, die zag hun daar wel omlopen. Op het schip, af schip, om het schip, over de bank, naar de waterkant, het zenuwachtig gebeuren. En tegen de avond belde hij ons op en zei, jongens, sowieso is het geval. Het lijkt me goed dat je voor de nacht daar even naartoe gaat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij konden er ook lang niet bij komen natuurlijk, 150 meter. En op dat moment had ook geen nut dat wij een touw over moesten brengen, maar dat kon toch niet. Maar in elk geval, wij met 2 man zijn er naartoe gelopen. En die mevrouw die stond voorop. Meneer achterop, en we waren al lang niet aan toe, dus stond die vrouw met de handen omhoog. Hoe is dat master gebleven? Ze had een losgeleide vloed.
Nooit verhaald. Het is een oude kaart. Ik denk geen ene waterbadkaart. Vergeet ik nooit. Andere morgen, het tij, toen zijn we weer naartoe gegaan en ook de strandboot van Schiemerikoog is gekomen. We hebben alle touwen die waren aan elkaar geknoopt. En toen het water daar was, hebben we er ook een klein beetje aan getrokken en dan waren we weer af. Die vrouw was ons zeer dankbaar. Ja, vissenschip op het strand van Schiemerikoog. Kijk, als het een klein beetje rot uitkomt, maar oostelijk van Schiemerikoog, nou, dat is een heel onherbergzaam gebied. Geen boeien, we hadden vuurdoren daar, maar geen boeien. Als het allemaal s'nachts hartstikke donker vastgelopen. Nou, die man die denkt, nou, volgende tijd kom ik er wel af. Maar hij heeft buiten de waard gerekend, want er kwam er minder water dan hij er is gekomen. En dan wat golfjes en toestanden en geen sleepboot in de buurt. Die zitten vandaar en daar nog. Zinkt ook weg. En die masterboer, die staat bij een kapeerboerderij op Schiemerikoog achter op het erf. Die hebben ze eraf afgezaagd. Engelsmanplaat. Hier tussen Schiemerikoog en Ameland is een zandplaat. Het ene jaar is hij wat hoger, het andere jaar is hij wat lager. Maar toch door de werking van de geur, van de stroming, kon hij niet gehandhaafd worden, want ja, u ziet, hij krijgt slagzij. En dit is altijd een markant punt geweest, want er zat een richting uiteraard, maar ook een drenkelingenhuisje. En dat was aan de oostkant van Schiemerikoog ook zo, stond ook zo'n apparaat. En dit drenkelingenhuisje heeft in de oorlog heel goed dienst gedaan voor onderduikers, die konden hier, die een beetje bekend waren, die konden hier heel makkelijk naartoe lopen. En die hebben daar gebivakkeerd. De mannen van de Luden die hadden het onderhoud nog niet zozeer, maar in dat huisje stond een kist met droge kleren en eten, cakejes en soep. Je kon een kachel aansteken en een paar keer per jaar kwamen we daar om dat te inspecteren. En over die soep kan ik u nog wel wat vertellen. Dat was gewoon een litersblik soep en in het midden staat een klein dekseltje, dat moest je eraf wippen. En dan kon je een lontje aansteken. En als je dat lontje aanstak en dat liep naar beneden toe, en als beneden was, was de soep warm. En dat was hele lekkere soep, schildpaddensoep. Nou, dan moet je vandaag de dag op komen. Die kaap is dus afgebroken die we net zagen, is deze voor in plek gekomen. En waarom die mannen daar allemaal? Nou, in die tijd was de Engelsmanplaat vrij hoog. Met zelf tuintjes en dan was er een sterrenkolonie. En die moest bewaakt worden. En die eerste mannen die woonden hier toen in dit hok. Engelsmanplaat. En we noemen het de Kalkman hier in Noord-Friesland. En waarom? Als je bij de zomerdag op een dijk staat en het is mooi weer en het is laag water, dan kan het gebeuren, dan zie je een hele witte vlek aan de horizon. En dat is een weerschijnsel van de schelpen die daar liggen. Vandaar de Kalkman. Dit is het hok waar oostelijk van Schiemerikoog stond. Maar ook door de afsluiting van de Lauwe Zee, er is zoveel gebeurd met die geulen en banken. De volgende foto laat ik dat even zien, moet je eens kijken. Normaliter stond dit apparaat zo ver in het zand. Na een paar jaar na de afsluiting van de Lauwe Zee.